Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video, een extra video op de woensdag. Volgens mij heb ik nog geen één woensdag geen extra video gedaan, dus het is weer bijna standaard, maar het geeft mij toch een beetje rust. Vandaag is het tijd voor mijn opgemaakte producten. Vorige keer combineerde ik de opgemaakte en de favorieten, maar ik heb nu mega veel opgemaakte producten en ook al een aantal favorieten, dus ik dacht ik doe het toch weer even in twee video's. Dus laten we maar gewoon beginnen. Het zijn de opgemaakte producten van de maand mei. Ik moest even nadenken. De maand waarin Niels anderhalf is geworden. Jazeker. Dit zijn ze. Ik weet niet of dit nog eind mei of begin juni online komt. Maar dat zien jullie vanzelf. Laten we maar gewoon beginnen met de bak. Even kijken. Ik heb als eerst iets van Niels. Ik dacht ik laat deze ook een keer zien. Dit zijn de toetenpoetsers. Of hoe ze ze nog noemen. Toetsendoekjes die wij altijd voor hem gebruiken. Dit is van Dermocare. Ik koop deze bij Kruidvat. Volgens mij heb je ze ook bij de Ethos. En ze hebben een nijntje ding. Ze hebben ook voor meisjes zeg maar roze. Maar deze vind ik wel fijn. Deze zijn zonder parfum, met aloe vera en zonder parabenen, zonder alcohol. 100% zeepvrij, pH neutraal. Dermatologisch getest en maken gemakkelijk schoon. Dus daarom heb ik ook deze. Dat er niet allemaal meuk in zit. Dus deze voor Niels. Dan heb ik deze. Dit is de Olaas verfrissende reinigingsgezichtsgel voor de normale en gecombineerde huid. Deze gebruik ik niet voor mijn gezicht, maar voor mijn rug. Ik heb altijd, als ik mijn haar met shampoo heb gewassen, dan vind ik het goed om daarna even de shampoo resten ook van mijn rug te wassen. En dat doe ik dan graag met een face wash. Dus vandaar dat ik die gebruik. Nog iets van Niels en dat is deze tandpasta. De Prodent tandpasta voor 0 tot 5 jaar. Maakt voor mij verder niet zoveel uit welke. Deze is met woezel en pip. We hebben er nog eentje. Was in de aanbieding. Nog iets van Niels. En dit is echt een van mijn favoriete producten voor Niels. Dit is de Nature Baby Care Eco Rash Cream. En dit is dus crème voor op zijn billen. Als hij, ik doe het altijd 's avonds even op. En als hij een poepluier heeft gehad, dan smeer ik het ook even op. En dit zorgt ervoor dat zijn billen eigenlijk nooit rood zijn. Ja, echt topspul dit. En ik koop dit bij Ecoplaza. Ik weet niet of je het ook nog op andere plekken hebt, maar in ieder geval bij Ecoplaza. Dan een tandpasta. Hier zie je. De Sensodyne Care and Repair Whitening. Die heb ik altijd. De hele, het hele etiket is eraf, maar dit is de Johnson's. Volgens mij heet het zo. Johnson's Babyolie. Ik koop dit altijd bij Action. En hiermee smeer ik mijn huid in. Eigenlijk sinds de zwangerschap. Als ik onder de douche vandaan kom, dan smeer ik eerst dit op mijn huid en pas daarna ga ik afdrogen. En dat werkt echt heel goed. Houdt je huid echt heel zacht en fijn. En ik gebruik het heel vaak. Maar ik gebruik ook heel vaak zo'n Vaseline Spray and Go. Dus ik wissel het een beetje af. Dit is de Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer Coco Radiant. En deze vind ik heel fijn. Ik heb hem ook in een van mijn favorieten gehad. Maar ik merk toch dat mijn huid het toch beter doet op de gele variant. Ik vond deze heel mooi omdat hij net iets meer een soort... Nou ja, glow is echt een groot woord. Maar iets doet met je huid. Alleen de gele, daar wordt mijn huid gewoon minder droog van. Dus ik ben toch weer overgestapt op de gele. Dan een douchegel. De Dove Purely Pampering Douchegel. En dit is degene, even kijken, Coconut Milk with Jasmine Petals. Prima douchegel. Nog een tandpasta. Hier zit er ook één in. Geen idee waarom er zoveel tandpasta wordt gemaakt. Het lijkt ook alsof het van meer maanden is. Maar dat is het niet. Ja, of ik ben het vergeten afgelopen maand. Dat zou kunnen. Maar volgens mij heb ik gewoon van april ook gedaan. Dacht ik. Dan even kijken. Deze. Ook van Niels. Dit is de Ceto Macro Gol Crème met 10% vaseline. Niels had een tijdje echt hele droge plekken en toen heeft de dokter dit voorgeschreven. En dit kan je ook zonder recept kopen, maar goed, met recept krijg je het vergoed. En hij heeft het nodig, want als je die droge plekken, dan zijn echt van hele droge, super droge plakken zeg maar op zijn huid. En het schijnt dat als je die niet goed hydrateert, dat het eczeem kan worden. Dus wij zijn nu, smeer ik dit altijd in, 's avonds. Zeg maar voor het slapen gaan. En dan met name, hij heeft vaak dan op zijn nek, of in zijn nek, maar daar heeft hij vooral vaak jeuk. Er zitten niet zo vaak droge plekken, maar ik heb het idee dat dan ook droog is. En dan hier op zijn bovenarmen
En soms op zijn been, maar vooral zijn bovenarmen. Dus, en sinds ik dit smeer, helemaal weg. Dan een Ethos Fixing Spray. Heb ik al meerdere van opgebruikt. Ik heb hem nu ook weer. Vind hem heel fijn. Works like a charm. Een Elvive Total Repair Extreme. Heb je hem ook al 100 keer zien opmaken. Deze Ethos Cutine oogcreme. Hele fijne oogcreme. Dit is de anti-rimpel variant met cutine dus. En die heeft zo'n dingetje. Dus dan doe ik al zo tjoep tjoep. En dan dep ik het in. Ik vind het heel fijn werken. Ik vind dat potje van de kruidvat van Skin Science of zoiets vind ik ook heel fijn. Alleen daar moet je met je vingers in. Het is iets minder hygiënisch. Mijn dagcreme. De Olaz Total Effects 7-in-1 parfumvrije dagcreme. En deze vind ik heel fijn. Expliciet parfumvrij variant. Is ook een keer volgens mij aangeraden door Jessica Ulte. En ik vind het een hele fijne crème. Gebruik hem dagelijks. Nog iets voor Niels. Het is ongelooflijk. Dit is de Weleda Baby and Child Calendula Crème Bad. En deze vind ik heel fijn. Ik vind ook degene met lavendel heel fijn. Die heeft hij nu. Ik wissel dat een beetje af. En dit doe ik dan in zijn badje. Hij gaat 2 keer in de week in bad. Tenzij die poepluiers of zandbakken of dat soort dingen. Maar in principe 2 keer in de week. En dit vind ik gewoon heel fijn. Ik ben echt wel... voor Niels probeer ik niks met parfum en dat soort dingen. Gewoon allemaal natuurlijke producten te gebruiken. Ook omdat ik zelf best een gevoelige huid heb. Zoals elke maand de kruidvat wattenschijfjes. Een Taft haarspray. Dit vind ik de fijnste haarspray die er is. Ik vind hem fijner dan de... En nu ga ik echt wat Holy Grails omver schoppen. Maar ik vind hem fijner dan die van Elnette. Dit is Mega Strong 5. Maar hij maakt het niet hard. Dus je kan er nog steeds lekker doorheen. Alleen hij zorgt wel dat mijn krullen blijven zitten. Dan een geurkaars. En dit is van Ikea. En deze ruikt naar schone was. Ik weet niet wat er eigenlijk op staat. Ik denk iets van cotton of zo, denk ik. Maar ik vind hem echt super lekker. Maar meestal hebben die met vanille, want dat is ons favoriet. Dan, dit is een hele bijzondere opgemaakt. Dit is nou ook mijn Anastasia Perfect Brow Pencil. Kijk, hij is echt op. Er zit gewoon niks meer in. Het is gewoon, het potlood is eruit. En dit was het. Ik heb hem to the bone opgebruikt. En ik heb ook weer een nieuwe. Ik vind hem super fijn. Ik heb de kleur taupe. Dat is, vind ik, een mooie kleur bij mij. En love it. Dan, ik weet niet wat er met Sven is gebeurd, maar 3 deo's van Sven. 1 douchegel van Sven, allemaal van de Nivea Sensitive lijn voor mannen. En ook tandenstokers van Sven, de Albert Heijn Extra Dun. En deze waren vreselijk, toch Sven? Die tandenstokers van Albert Heijn? Ja, die zaten meer vast tussen mijn tanden. Ja, eentje heeft zelfs, Sven zegt, die zaten meer vast tussen mijn tanden dan dat ze er iets uithaalden. Eentje heeft zelfs volgens mij iets van 24 uur of zo ergens klem gezeten in zijn tand, totdat hij hem er eindelijk uit kreeg. Dat was echt vreselijk. Dus deze zou ik niet aanraden. En normaal heb je die van? Jordan? Ja, Jordan. Ja. Normaal heeft hij van Jordan, de extra tin, of geloof ik. Of nou, in ieder geval de paarse. Dat is het. Dat is alles wat erin zat. Heel veel. Dus dat was mijn opgemaakte video van deze maand. Superveel. Geen idee waarom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ben je nou ook benieuwd naar mijn favorieten van de afgelopen maand? Dan komt die volgende week woensdag online. Dus dan weet je wanneer je die kan verwachten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan zou ik het fantastisch vinden als je dat wil doen. Daar help je mij ontzettend mee. En dat is door hier op mijn gezicht te klikken of hieronder op de rode knop. En dan zie ik jullie heel graag of zondag weer bij een nieuwe vlog of volgende week bij een nieuwe video. Doeg!